Ik ga voor jou een mooi zadel van de Reebok klaarmaken in de barbecue. Maar niet gewoon, caveman style. Rechtstreeks op de houtkool. Daarvoor ga ik voor de smaak, voor de geur, een beukenhouten plankje in de houtkool leggen. Die gaan nu lekker beginnen smeulen, verbranden, zijn smaak afgeven. Zadel van Reebok inwikkelen in een mooie boerenkool. En de sappen van die boerenkool gaan de smaak afgeven aan ons zadel. Zadel op de boerenkool. Kruiden met gerookt zout. Bedekken met nog een laagje boerenkool. En dit gaan we nu mooi inbinden met een keukentouw. Leggen er een knoopje in. Inwikkelen, zodat de kool mooi rond ons zadel ingepakt is. Op het einde nog een knoopje erin. En deze gaan we nu lekker op dat beukenhouten plankje in de houtkool plaatsen. Nu hebben we tijd om een lekker sausje te bereiden. Giet deze een pannetje op onze barbecue. Voor de saus gaan we een shallotje snijden. Een snipperde shallot gaan we aanstoven in een klontje boter. Samen met een paar gerookte snippertjes van gerookt spek. Deze mogen we nu mooi aankleuren. We gaan deze een beetje bijkruiden met kardemompeultjes. Het maakt zeer goed bij wild en zeker bij barbecuegerechten. Kardemompeul geeft zo'n exotische smaak aan ons gerecht. En het pannetje mooi laten mee aanstoven. Ondertussen heb ik wat geblancheerde, gekookte koolblaadjes. Die ga ik even gaan halen. En hier ga ik een mooie rollade maken met pancetta, gerookt spek. Deze gaan we nu mooi oprollen. En dit is onze garnituur bij ons vlees. Deze gaan we vastprikken met zo'n tandenstokertje. Inwrijven met een beetje vleesmarinade of een oliegrillmarinade. Dit om te voorkomen dat de koolbladeren zwarte randjes zouden krijgen. Dit beschermt ons kool tegen verbranding. Klein beetje van ons gerookt barbecue zout. Voilà, dit ligt klaar. De laatste 5 minuutjes van onze Reebok zadel gaan we ons koolrollade erbij leggen. Ondertussen gaan we onze saus afwerken. De gebakken shallotjes en het gerookt spek afblussen met rode wijn. Ah, die heerlijke rooksmaak van dat plankje. En nu in de houtkool indringen in onze zadel van onze Reebok. Wildfond. Dit is ons sausje. Sausje een beetje laten inkoken. Ondertussen gaan we ons boerenkool rolladen met de pancetta eventjes roosteren naast ons saus. Ik heb hier nog een koolblaadje geblancheerd. Ik kan een paar snippertjes snijden om dan straks mooi over ons gerechtje te serveren. Ons rolladeke gaan we even omdraaien. De saus is lekker aan het inkoken. Rollade mooi gegrild. Ons sausje lekker ingekookt. En dan le moment suprême. Lekker mooi rosé gebakken. Onze rollade van de boerenkool. En dan afwerken met een lekker sausje. Takje rozemarijn. Om af te werken. Lekker wild in de zomer op de barbecue. Zadel van Reebok met boerenkool en pancetta.
smakelijk. Thank you.